ben Edwin Sluis, projectleider bij de gemeente Sliedrecht. We staan hier aan de noordzijde van Sliedrecht, aan de Kweldamweg, waar we in de afgelopen periode een waterberging hebben gerealiseerd. Het doel van deze waterberging is om de mensen in Sliedrecht droge voeten te behouden. Dus bij hevige regenval kan het water naar deze kant afstromen om hier opslag te hebben. In de afgelopen maanden hebben we hier heel hard gewerkt aan deze waterberging. Wat we gedaan hebben is ongeveer 16.000 kuub grond verplaatst om kaders te creëren en daarbinnen de waterberging te realiseren. Naast deze waterberging wil ook een stukje biodiversiteit creëren. En dat is eigenlijk in de afgelopen periode ook gebleken, nu al gebleken, dat er al heel veel vogels en andere soorten hier naartoe komen. Heel veel diverse soorten die eigenlijk niet zo heel veel voorkomen in dit gebied. De biodiversiteit die realiseren we met name door wat je nu zo meteen op de achtergrond ook ziet, het aanplanten van riet. We zijn nu bezig om 150.000 rietplanten aan te planten. Nou, de komende maanden zal de rietplanten verder zich gaan groeien. We gaan nog opnieuw alles inzaaien. Dan krijg je verschillende bloemrijke mengsels. En ja, dan is die eigenlijk gewoon klaar en is die in gebruik. Door deze watercompensatie hebben we hier 37.000 vierkante meter water gecompenseerd. Daarmee is Sliedrecht klaar voor de toekomst. Droge voeten en tevreden inwoners.